Twee jaar geleden starten de Verenigde Staten van Amerika een partnerschap voor landen rond de Atlantische Oceaan, waaraan Suriname in februari dit jaar deelnam. Tijdens de eerste ministeriële ontmoeting op 23 september 2024 benadrukte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, de noodzaak van gezamenlijke actie voor de Atlantische kustlijn. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigde Suriname en stelde voor om de private sector bij de discussies te betrekken en wees op het belang van aanbevelingen van een eerdere bijeenkomst over oceanen in Costa Rica. Minister Prahlad Suddin overhandigde een compostkamp ter waarde van meer dan $20.000 aan het dorpshoofd van Mata, Wendy Sabayo, met de boodschap dat compost een oplossing is voor voedselschaarste. Het kamp, onderdeel van het LVV Minor Fruits Project van de Inter-American Development Bank, stelt de bewoners in staat om compost te produceren en te distribueren. Tijdens de ceremonie sprak de dorpsgemeenschap hun zorgen uit over irrigatietekorten door droogte, waarvoor de minister beloofde naar oplossingen te zoeken, zoals het creëren van spaarwater. Mulo Henaar heeft gisteren schoolmeubilair in ontvangst genomen van districtscommissaris Senrita Gobardan en de heer Soeklal van stichting Op to the West. Ook werd er gedacht aan politiepost Nieuw-Nikeri, waar een computer is overhandigd aan de heer P. Wongso Suparto, waarnemend resortcommandant. En tot zover de lokale berichten in het journaal.